Het is woensdag 19 mei, welkom bij Rijnmond Nieuws. Opnieuw mishandeling van RET-medewerker. Voor de vakbond is een grens bereikt. Brand in ouderencomplex in Hellevoetsluis. En de kippen in Lansingerland lijken helderziend te zijn. Morgen wordt het weer een paar graadjes warmer. Het aldus. Er zijn genoeg klappen gevallen, er is genoeg gespuugd en ze zijn genoeg bedreigd. Voor de vakbond Onafhankelijk RET-personeel is de grens bereikt. Afgelopen zondag is opnieuw een medewerker van het Rotterdamse openbaar vervoersbedrijf mishandeld. Het is volgens de vakbond wachten op de eerste doden. Met een brief roept de vakbond de gemeente en de RET op om samen te overleggen over hardere maatregelen. Juist nu. Afgelopen zondag is het zoals incident geweest. Daar zijn zelfs steekwapens bij gebruikt. Er is een collega van de controle met een biertender op zijn hoofd geslagen. En wij als VOR willen nu het signaal af gaan geven dat het voor ons de maat vol is. Volgens de RET komt de oproep van de vakbond op een vreemd moment. Wat er gebeurt is niet acceptabel. Het is in het weekend nu weer gebeurd. Maar we moeten het tegelijkertijd ook in de goede proporties zetten. Want als je het kwartaal van dit jaar vergelijkt met het eerste kwartaal van vorig jaar, is het enorm verbeterd. In vergelijking met de eerste vier maanden van vorig jaar zijn mishandeling, daadwerkelijk geweld, bedreiging met geweld, spugen en kattenkwaad overlast afgenomen. Bedreiging zonder geweld is gelijk gebleven, alleen verbale agressie is toegenomen. Maar volgens de vakbond hebben collega's nog iedere dag te maken met bedreiging en mishandeling. Iemand die daarover kan meepraten is controleur Martin Veenstra. Ik ben zelf ook een keer slachtoffer geworden van een geweldincident. Daar heb ik een flinke klap van opgelopen waar ik een paar uurtjes van buiten gewesten ben geweest. Ik ben in het ziekenhuis op een brancard wakker geworden en dat heeft toch wel een flinke impact op mij gehad. En ik moest inderdaad overwogen, moet ik dit werk nog wel blijven doen? Maar naarmate, groeien we weer langzaam in de job. Bang om naar zijn werk te gaan is Martin Veenstra niet, maar hij is wel ergens anders bang voor. Nou, om maar gewoon dan duidelijk te zeggen van dat ik straks iemand moet gaan begraven, omdat men met zodanige wapens tegenover mij staat dat het gewoon echt een keertje misgaat. De oplossing voor het probleem is volgens de vakbond een openbaar vervoersverbod voor iedereen die zich misdraagt in tram, bus of metro. Het OV-verbod dat er nu is zal, heeft de RET laten weten, na de zomervakantie worden uitgebreid. Wanneer en of er een gesprek gaat plaatsvinden tussen gemeente, de vakbond en de RET is nog niet bekend. De brand gisteren in drie strandtenten in Hoek van Holland is zo goed als zeker aangestoken. Dat heeft een woordvoerder van de politie Rotterdam-Rijnmond gezegd. Bij de brand gingen de waterskihut Zwoel en de Noorderpier in vlammen op. Een ander paviljoen en een friettent raakten licht beschadigd. Het onderzoek naar de brand is nog niet volledig afgerond, maar tot nu toe gaat de verdenking dus uit naar brandstichting. In een bejaardencomplex buiten Vesten in Hellevoetsluis heeft vannacht brand gewoed. Tientallen mensen moesten worden geëvacueerd. De 80 jaar oude bewoonster van de woning waar de brand ontstond raakte licht gewond. De brand ontstond rond 12 uur in een woning op de derde etage. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de rook zich verspreidde. Daarom werden tientallen woningen ontruimd en de bewoners opgevangen in de recreatiezaal. Nou, dadelijk. Dat zal wel morgenochtend worden. Is dat een borreltje voor de schrik? Dat mag je wel zeggen, ja. Bent u geschrokken? Nee, eigenlijk niet. Mijn man wel natuurlijk. Want die kan helemaal niet lopen of zo. En dat is dan toch wel even rottig. Ik heb een kat en ik weet niet of hij nog leeft door de rook. Het is de pers. En ik heb het gevraagd of ze wilde zoeken, maar hij is nogal schuw. Er wordt wel eens gezegd dat misdaad op televisie mensen bang maakt. Nou, daar kan deze vrouw over meepraten. Ik had gewoon op voorhand verzocht zitten kijken, weet je. Er stonden ineens twee van die zwarte mannen bij mijn bed. Ik zeg, ik heb helemaal geen geld in huis. En dat bleken dus gewoon twee brandweermannen te zijn. De kamer stond vol met rook.
wist ik veel. En het alarm dat ging. Ja, toen kwamen er twee van die boys. Die pakten me onder mijn arm. En die haalden me over de gang. Door de rook heen. En ja, uit hebben ze me hier gebracht. Ja, weet je wat ik zo leuk vind, hè? Dat ik jullie nou eens spreek van Rijnmond. En dan in het holst van de nacht komen we tot de conclusie dat het gelukkig allemaal wel meevalt. De kat is terecht. Hij is heel rustig, valt me mee. De evacuatie verliep soepel en met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden redelijk. En vier woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het UrU nadert voor het Rotterdamse poppodium Wat. Vorig jaar leed de culturele instelling een verlies van 1,8 miljoen euro. Hoewel het bezoekersaantal een stijgende lijn vertoont, moet er nog steeds geld bij. Het grootste probleem is de geluidsisolatie van het pand aan de Westkruiskade. Die is nog altijd niet goed en de vraag is wie er voor deze kosten moet opdraaien. Er wordt een reddingsplan gemaakt en dat moet deze week klaar zijn. Bij Wat staat verslaggever Geert-Willem Overdijkink. Geert-Willem, de gemeenteraad heeft vandaag gesproken over de problemen bij het poppodium. Met resultaat? Nou ja, dat is dus eigenlijk nog niet duidelijk. De commissievergadering die was besloten, dus daar konden wij niet bij zijn. Wethouder Grashof die heeft na afloop wel verteld dat er een uiterste poging wordt gedaan om Wat te redden. Ja, dat betekent dat de betrokken partijen met elkaar om de tafel zitten. Dat zijn naast de gemeente ook bierbrouwer Grols, de eigenaar ook van het pand. Dat is niet Grols, maar dat is voor iemand anders. En de stichting die de concerten verzorgt. Nou, het gaat eigenlijk om twee grote problemen. Het eerste is de geluidsoverlast. Je zei dat al. Daar moet wat aan gedaan worden, want anders moet de gemeente de tent dicht doen op basis van de wet geluidhinder. En het andere zijn de financiële problemen. Die 1,8 miljoen verlies die vorig jaar is geleden, die moet worden weggewerkt. Of dat overleg tussen die vier betrokken partijen uiteindelijk ergens toe leidt, dat hangt natuurlijk af van de bereidheid van iedereen om er wat van te maken. Hangt vooral ook af van de bereidheid van de gemeente om er alsnog weer geld in te steken, want het is natuurlijk niet de eerste keer. Waar het allemaal vandaan komt, dat vroeg ik wethouder Grashof vanmiddag. Want ja, het lijkt alsof er ineens een enorme urgentie is. En ik vroeg de wethouder, ja, waar komt die nou vandaan? Nee, de urgentie is gegroeid natuurlijk in de afgelopen periode. Maar nu is het zo dat de organisatie serieus in liquiditeitsproblemen gaat geraken. Tussen nu en over een paar weken. En tegelijkertijd dat het duidelijk is dat we tot handhaving zullen moeten overgaan op het punt van de geluidsoverschrijdingen. Die twee zaken komen bij elkaar. Speelt allebei nu, als wij nu niet handelen op enige wijze, dan zal het doek voor Wat vallen. En die kans is dus vrij groot. Dat kan ik nu niet zeggen. Er is goed nieuws en slecht nieuws. We zijn heel serieus met alle partijen om tafel. Het is een pittig probleem, maar we zitten wel heel constructief met elkaar aan tafel. Of dat een resultaat oplevert, dat weten we vrijdag. Want dan is het moment waarop ik tegen partijen heb gezegd, wil ik van jullie weten of je akkoord gaat met een voorstel wat ik aan je heb voorgelegd. Ja. Nou zal een onderdeel van het voorstel zijn dat er opnieuw gemeentegeld ingaat. U zei net, het kan niet zo zijn dat het voor de gemeente niks kost. Maar moet de gemeente er weer geld in steken? Vroeger heette het Nighttown, toen is daar ook al heel veel geld in gegaan. Houdt het niet een keer op? Het houdt zeker een keer op. Maar nu is wel aan de orde dat als we het willen redden, dat we toch die bereidheid zullen moeten hebben om daar ook geld in te steken. Ik ga er nu niet op in hoeveel dat zou zijn, maar het is niet gratis. Geert-Willem, wethouder Grashof wil dus niet zeggen wat de gemeente wil investeren. Hoe ver denk je dat de gemeente Rotterdam wel zou willen gaan? Ja, ik ga ook niet over bedragen speculeren, maar waar het volgens Grashof om gaat is de vraag of Rotterdam als grote stad een serieus poppodium wil hebben, ja of nee. Hij zegt ja, natuurlijk moeten we dat willen en zo'n culturele instelling kost dan ook geld, zoals ook de Schouwburg en de Doelen en het Rotterdamse Philharmonisch subsidie krijgen. Hij zegt dat moet je dan gewoon, daar moet je voor kiezen. Voor dit jaar bedroeg die subsidie 1,4 miljoen euro en kennelijk was dat dus nog steeds niet genoeg. Inmiddels hier bij mij Sewat Moumsian, de adjunct-directeur van WOT. Meneer Moumsian, hoe zit dat nou met dat geld? Waarom is het toch weer te weinig? Nou goed, laat me benadrukken dat het hier niet om een nieuw probleem gaat. Het gaat om problemen die we eigenlijk al vanaf het begin van vorig jaar met ons meeslepen. Eigenlijk voortgekomen uit de hele fusie van de stichtingen en de overname van de BV. En ja goed, nu wordt er eindelijk een duurzame oplossing voor gevonden. En nogmaals, het is niet dat die problemen nieuw zijn. Dus het tekort dat we ook in 2009 hebben opgelopen zal
met deze investering die enerzijds in het geluid gestoken wordt. En met name om de geluidsoverlast aan te pakken. En anderzijds om de financiële situatie van de stichting te verbeteren. Ja, want dat is waar nu heel erg over verraderd wordt. Hè? Hoe gaan we die geluidsoverlast aanpakken? Ja, dat is wel een van de zaken waarover onderhandeld wordt. Ja, klopt. Ja. Is wat nou in gevaar? De wethouder heeft gezegd, vrijdag wil ik duidelijkheid. Dan kan het dus over zijn. Ja, nou goed, wat nu de stand van zaken is, hè, de wethouder is natuurlijk ook vrij terughoudend om details vrij te geven. Zo moet ik ook terughoudend zijn. Kijk, wat er nu is dat er een principeakkoord ligt. Maar details daarvan moeten nog uitgewerkt worden. En dat zal deze week gebeuren. Er ligt, als het goed is, vrijdag een overeenkomst waar alle partijen zich in kunnen vinden. En ja, uiterlijk volgende week dinsdag weten we definitief ook wat het college beslist naar aanleiding daarvan. Dus. Ja, want dat gaat er dinsdag over beslissen. En wat u betreft beslissen die natuurlijk dat het doorgaat. Hè? Ja, goed, wij hebben natuurlijk er hoop in dat het gewoon tot een positief besluit leidt. Het akkoord dat er nu ligt, het principeakkoord, ziet er op zich goed uit. Het is iets waar alle partijen zich in kunnen vinden, ook wij. Oké, nou hartelijk dank. Dan gaan we voor u duimen. Okay, heel goed, dankjewel. Geert-Willem Overdijkink bij het Rotterdamse poppodium Wat. En dan iets heel anders. Onrust in de gemeente Lansingerland. Ook kippen hebben last van de voorbijrazende treinen op de hoge snelheidslijn. In het hok van Grevendenberg worden de kippen elke 4 minuten voor er een trein langskomt onrustig. Een serene rust in de kippenren van Grevendenberg uit Bergsenhoek. Althans, nu nog wel. Ik vermoed dat er nog geen trein in aantocht is. Gaat ze het zo meteen doen? Nou, zoals we meerdere keren hebben ontdekt wel. Het spoor langs het huis van Gree is nog leeg. Niets te horen en niets te zien. Maar de kippen weten het al. Er komt weer een trein. Ja. Hoor je hem? Hoor je hem? Exact 4 minuten. Het is 11:35. Ja, en het was 11:31 was het dat je... Dat onze kippen, dat ik zei, nou, dan gaan ze toch wel erg tekeer. Inderdaad. De voorspellende graven bij de kippen van Gree zijn ontdekt dankzij deze meetapparatuur. Daarmee zou niet alleen de sterkte van het treingeluid zijn vastgesteld, maar ook de onrust in het kippenhok. Elke 4 minuten voor er een trein langskomt. Op de meetapparatuur was dus te zien dat exact 4 minuten voordat de trein hier voorbij kwam, dat dan de kippen al 4 minuten aan het... toch aan het tokkelen waren met elkaar. Ik denk dat ze de trillingen gewoon al... Beesten zijn gewoon veel gevoelig. Hè? Net zoals honden en allerlei andere dieren. Dus ja, ik denk, ja, het is gewoon een vaststaand feit. Ondertussen neemt de onrust in het kippenhok weer toe. Alsof ook de dieren protesteren tegen de HSL. Ik weet het niet. Dat zal blijken. Maar die kunnen al helaas geen antwoord geven. En wij mensen wel. En jawel, opnieuw komt de voorspelling uit. Hoi! Hoor je toch? Gingen ze toch tekeer meer? Ja. Het klopt, hè? Ze doen het. Ja, het is wel onvoorstelbaar, maar ja. De telekop wordt geïntroduceerd als je beste vriend. Hij is er altijd en overal. Slachtoffers van diefstal, inbraak, mishandeling en bedreiging staan in Rotterdam-Zuid nooit meer voor een gesloten politiebureau. De politie experimenteert hier met een 24-uurs loket. Slachtoffers kunnen aangifte doen voor een beeldscherm. De agent die de aangifte opneemt zit kilometers verderop. Ja, de politie heeft mij beloofd dat een aangifte bij het 3D-loket heel simpel is en heel erg snel gaat. Nou, wil het toeval dat ik gisteren door mijn buurman op mijn achterhoofd ben geslagen, met een knuppel. Daar ga ik nu even aangifte van doen en als het goed is ben ik binnen 10 minuten weer buiten. Bij veel politiebureaus in de regio kan in de avonduren geen aangifte meer worden gedaan, omdat ze onbemand zijn. Een 3D-aangiftebalie lijkt de oplossing. Het staat op de deur, hè, 3D-loket. Dan gaan we hier naar binnen. Meneer De Jager, goedemiddag. Mijn naam is Langelaan. U komt hier om aangifte te doen van mishandeling, heb ik begrepen. Ten eerste willen wij de tevredenheid van burgers verhogen. Dus het gaat om het aangifteproces. En tevens, zoals u weet, moeten wij als korps bezuinigen. En deze twee dingen combineren wij met het 3D-loket. Sloeg u met zijn vuisten? Of nee, met een knuppel. Met een knuppel? Ja. Wat voor knuppel was dat, meneer De Jager? Een houten knuppel of een gummi, rubber knuppel? Dit is een opblaasknuppel van de kermis.
Nou, wij gaan altijd uit dat als het om delicten gaan, die vermogensdelicten, fietsendiefstal, deuk in de auto, dat mensen zoveel mogelijk internet gebruiken. Want dat is eigenlijk de makkelijkste manier ook voor burgers vanuit de woning. Op het moment dat er persoonlijk contact nodig is, dan gaan we de mogelijke faciliteit aanbieden van de webcam. En als laatste instantie, voor als mensen zich bedreigd voelen of er echt iets gebeurd is, mishandeling of dat soort delicten, dan willen mensen meestal toch echt even persoonlijk met de politie spreken. In die gevallen kiezen we voor 3D-locatie. Ja, alle gekheid op een stokje, maar het werkt dus wel. Want je loopt het loket binnen en binnen 1 minuut heb je het gevoel van ja, ik word serieus genomen en mijn aangifte wordt aangenomen. Het werkt helemaal prima en nog snel ook. En dat is toch wel het belangrijkste. En het zogeheten 3D-loket is nu nog op proef. Maar rond de jaarwisseling heeft de eerste virtuele aangifteagent dienst. Zwangere vrouwen die kunnen heel erg angstig zijn en op zo'n moment remmen ze ongemerkt de groei van hun ongeboren kind. Dat blijkt uit een studie van het Erasmus MC in Rotterdam. Het ziekenhuis pleit voor meer aandacht voor de psychische gezondheid van zwangere vrouwen. Elise van der Molen is nu 33 weken zwanger. Begin juli is ze uitgerekend. Elise kan zich goed voorstellen dat veel vrouwen de zwangerschap als een angstige tijd ervaren. Ja, zeker. Zeker. Het is, zeker als het je eerste kindje is, is het allemaal best wel spannend. Ja. Jens Hendricks deed onderzoek naar de gevolgen van angst bij zwangere vrouwen. Hendricks ontdekte dat angst negatief kan zijn voor de ontwikkeling van de baby. De kinderen van angstige moeders hadden een langzame hoofdgroei. Tijdens de tweede helft van de zwangerschap ook de buikgroei verliep langzamer en de gewichtstoename was verminderd in de tweede helft van de zwangerschap. Volgens Hendricks zou het goed zijn als er tijdens de zwangerschap niet alleen naar de lichamelijke gezondheid van de aanstaande moeder gekeken wordt, maar ook naar de psychische gezondheid. Men zou dat kunnen doen door vragenlijsten te geven aan verloskundigen die dan deze vragenlijsten aan moeder mee naar huis geven. Die worden ingevuld en dan wordt gekeken of de moeders op basis van deze vragenlijsten ook een verhoogde mate van angst inderdaad hebben. Deze moeders zou men dan door kunnen verwijzen naar professionals in de gezondheidszorg voor diagnose en behandeling. Ja, het lijkt me heel goed als je daar in een vroeg stadium zicht op kan krijgen en je zou er eventueel wat aan kunnen doen. Dan lijkt me dat de moeite waard om daarin te investeren. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit Generation R, een grootschalig bevolkingsonderzoek onder 10.000 Rotterdamse kinderen. Komend weekend zijn alle ogen weer gericht op de Europa Run, de non-stop estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Teams rennen letterlijk geld bij elkaar voor mensen met kanker. Bij TV Rijnmond besteden we de komende dagen aandacht aan de goede doelen waar de opbrengsten naartoe gaan. Vandaag Look Good, Feel Better. Een workshop voor kankerpatiënten die er ondanks de gevolgen van de chemotherapie toch goed uit willen zien. Annie de Boer en haar dochter Corine maken zich op voor een dagje Rotterdamse ziekenhuizen. Bij alle twee is vorig jaar borstkanker geconstateerd en moest een borst worden geamputeerd. Annie is inmiddels klaar met de behandelingen. Ja, je staat wel onder controle steeds natuurlijk. Je moet om 3 maanden weer nagekeken worden, zeg maar. Maar nee, ik voel me prima. Ik heb een afspraak met dokter Toet. Corine is nog bezig met de behandelingen. De chemotherapie is achter de rug, maar ze wordt nog bestraald. En dan moet ik nog tot ongeveer en met november Herceptin krijgen. Dat is ook een bepaald middel tegen borstkanker. Hoewel kanker steeds beter behandeld kan worden, heeft vooral de chemokuur vervelende bijeffecten. Patiënten verliezen vaak hun haar, wimpers en wenkbrauwen. Speciaal voor deze patiënten is de workshop Feel Better, Look Good. Corine en Annie volgden samen de workshop en hadden er veel baat bij. Ja, mijn wenkbrauwen die heb ik zelf dan wel laten tatoeëren. Maar mijn ogen, ja, die uitdrukking is gewoon veel beter. Dus ik krijg ook wel tips. Ja, ik heb er echt wel heel wat aan gehad. Ja. Annie heeft veel haar verloren tijdens de behandeling. Bij Corine bleef de schade beperkt. Ja, niet helemaal kaal, maar ik had gewoon kale plekken. En ja, aan de voorkant, dan, ja, je gaat niet zo lopen met van die rode happen eruit. Dus nou, ben ik naar Carrie geweest en die hebben een mooie pruik aangemeten.
En ja, er waren maar weinig mensen die eigenlijk zagen dat ik een pruik op had, hoor. Ik heb gebruik gemaakt van de ijskap. Die zorgt ervoor dat je haarzakjes een soort van bevriezen. Die ijskap gaat op je hoofd en het wordt -6 op je hoofd. En die haarzakjes bevriezen dus, waardoor het haar niet uit kan vallen. En tijdens de toediening van de chemotherapie. Ik heb er heel veel aan gehad. De workshop wordt in 50 ziekenhuizen in Nederland aangeboden. Onder meer in Dordrecht en Schiedam. En de belangstelling groeit. Nou, we horen van mensen dat het enorm prettig is om in een moeilijke periode, waarin er van alles aan je uiterlijk verandert, waar je zelf niet voor kiest, die tips en adviezen te krijgen, ja, zodat je er weer uitziet zoals je eigenlijk bent. De meeste patiënten hebben na bestraling niet veel oogharen meer, hè? Hoe kan je dat nou oplossen? Dat kun je een beetje verhelpen door met een oogpotlood te werken. En dat ga ik ook zo laten zien, want wat wimpers eigenlijk doen is dat ze je ogen accentueren. Ja, en als die er niet meer zijn, dan kan dat een wat kale blik geven. En ja, dat kun je met een oogpotlood door je oog mooi te omlijnen, kun je toch weer wat extra uitdrukking geven aan je ogen. En wat vindt u van het resultaat? Ja, ik vind het prachtig. Ook zo die wenkbrauwen, want dan krijg je toch weer meer uitdrukking. Een heel ander gezicht. Ik zie er gelijk weer goed uit. Is het anders dan wanneer u zelf opmaakt? Ja, heel anders. Ik ben er heel erg blij mee. En voor meer informatie over de workshops kunt u terecht op www.lookgoodfeelbetter.nl. Morgen aandacht voor een ander goed doel van de Europa Run. Een hospice voor terminale kankerpatiënten in de Hoekse Waard. Tot zover Rijnmond Nieuws van woensdag 19 mei. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Straks Sport Ikres met Bart Nolles. Ik wens u nog een fijne dag en graag tot morgen.